Sandra Dia. 20 jaar, student uit het Belgische Leuven. En zijn naam is de laatste weken veel in het nieuws. Tijdens een ontgroening van studentenvereniging Reuzegom wordt hij mishandeld. Gedwongen om een levende goudvis te eten en liters zoute visolie te drinken. Sanda overleeft dit niet. België in shock. En wat volgt is een slepende rechtszaak. Ja, we blijven in België, want daar heeft de rechter in hoger beroep straffen uitgedeeld in een gruwelijke zaak. De leden van de studentenvereniging die hiervoor verantwoordelijk waren, kregen werkstraffen oplopend tot 300 uur en geldboetes. Het is een van de meest besproken processen van de afgelopen jaren. De zaak krijgt ontzettend veel aandacht in de media en op sociale media. Op social media is Justice for Sanda trending. Het gaat allemaal om de dood van de 20-jarige student Sanda Dia. Sanda Dia. Sanda Dia. En die aandacht speelt een rol in de uitspraak. Kijk maar. Het Hof houdt bij het individualiseren van de strafmaat ook rekening met het aandeel van elk der beklaagden in de bewezen verklaarde feiten, de door beklaagden reeds ondergane tuchtsancties, de negatieve berichtgeving via de sociale media, waarvan de beklaagde en zelfs familieleden het voorwerp werden, en de impact hiervan op de beklaagde en hun leefwereld. Evenals het tijdsverloop sedert de feiten. Zie infra. Dus met andere woorden, bij het bepalen van de straf is rekening gehouden met de aandacht in de media en op sociale media. Hoe dan? Zien we hier de invloed van de media op rechters? Dit is Trial by Media uitgelegd. Het signaal naar de verdachte: dit wordt zwaar gestraft. De zaak Sanda Dia maakt ontzettend veel los. En justice voor Sanda Dia! 400 euro betalen en een werkstraf en dat komt niet eens op een strafblad. We gaan mensen exposen, dat is insane. Stel je voor, een mootje heeft dat gedaan. Tegen een blanke man, dan zou die sowieso in de cel gezeten hebben. Ook hier in Nederland. Tientallen mensen protesteren voor de Belgische ambassade in Den Haag. Ze vinden dat de 18 leden van een studentenvereniging in België, die betrokken waren bij de dood van de Belgische student Sanda Dia, tijdens de ontgroening zwaarder gestraft moeten worden. Nou, mensen zijn woest. Hoezo komen deze gasten er zo makkelijk mee weg? Dat betekent dat zij in principe gewonnen zijn. Dat betekent dat hun advocaten, die ingehuurd zijn door hun ouders, want hun ouders zijn echt gewoon de elite van België, gewonnen zijn. Als puntje bij paaltje komt, is er echt klasjustitie en dan is het antwoord gewoon heel duidelijk nee. Als jij rijk bent en als je wit bent, is er geen probleem, dat je gewoon doet wat je wilt. Nou, we gaan hier niet de hele zaak Sanda Dia ontleden. Mocht je dat zelf willen doen, dan kan dat. We hebben in de beschrijving gelinkt naar wat artikelen en video's. En je kunt daar ook de uitspraak lezen. Maar wij focussen op dit regeltje. Hoe rechters media-aandacht meenemen bij het bepalen van een straf. Want dat gebeurde niet alleen in deze zaak. Het gebeurt veel vaker. Weet je dit nog? Poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint. Trial by media, zei Amber Heard. Even if you think that I'm lying, you still couldn't look me in the eye and tell me that you think on social media there's been a fair representation. You cannot tell me that you think that this has been fair. Social media stond volgens haar volledig aan Johnny's kant. En de hashtag Justice for Johnny Depp had op een gegeven moment bijna 20 miljard views op TikTok. Terwijl aan de andere kant de hashtag Justice for Amber Heard bleef steken op slechts 80 miljoen. En hashtags zoals deze tikte ook nog eens de 900 miljoen views aan, volgens het Amerikaanse NBC. Dus daarom zei ze dit. So you don't blame the jury? I don't blame them. It wasn't... I don't blame them. I actually understand. He's a beloved character. And people feel they know him. Ja, kijk, advocaten van verdachten kunnen media-aandacht ook gebruiken als argument voor strafvermindering. Want nou, cliënt wordt dubbel gestraft, loopt reputatieschade op, inkomsten vallen weg, noem maar op. Maar wat is het nou precies? En waar komt het vandaan? De eerste keer dat we te maken kregen met Trial by Television was in de jaren 60. In een uitzending van het Britse The Frost Program interviewt David Frost verzekeringsfraudeur Emile Safundra. Most of you will have heard the name in connection with a great many differing incidents, whether it was 1950, the oil for China deal, Dr. Safundra Central, $1,200,000 tended to disappear.
1954, the Rice for Goa deal. Dr. Savunja Central, $865,000 tended to disappear. Het interview krijgt kritiek, want als je iemand op deze manier bevraagt op tv, dan ga je er niet op voorhand van uit dat hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. En daarnaast, het publiek heeft hierdoor zijn oordeel al klaar. Trial by media. Als verdachte heb je recht op een eerlijk proces en je bent altijd onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Bij trial by media wordt, voordat een rechter zijn oordeel heeft geveld, dit al publiekelijk gedaan op tv of in de krant. En voor je het weet ben je voor het publiek al dader, terwijl je officieel nog verdachte bent. Een rechtszaak via de media. En je ziet in sommige strafzaken, zoals bij Sanda Dia bijvoorbeeld, dat rechters daar rekening mee houden. En soms kan media-aandacht zelfs zorgen voor strafvermindering. Maar dat betekent niet dat het een soort van recht is. De rechter beslist altijd zelf of media-aandacht een rol speelt in het vonnis. Dus het is zaakspecifiek. Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de leeftijd van de verdachte, het wel of niet hebben van een strafblad en hoe het kan dat er zoveel aandacht voor de zaak is. Het kan ook tactiek zijn van de advocaat om zo vaak mogelijk de media op te zoeken. En als hij dat dan gebruikt als argument in een rechtszaak, dan kan de rechter zeggen, die media-aandacht, daar heb je echt zelf om gevraagd. Dus met andere woorden, maatwerk. Want het hangt allemaal af van de specifieke feiten en omstandigheden in de zaak. En ik ga je laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Ik heb hier 3 zaken waarin de rechter expliciet iets zegt over media-aandacht in de uitspraak. En als jij ooit op school recht hebt gehad of zo, dan snap je dat die teksten niet zijn geschreven zodat jij en ik het begrijpen. Maar daar heb ik iets op bedacht. Marlies gaat ons namelijk helpen. En we beginnen bij deze. Badr Hari is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De kickbokser stond terecht voor 6 geweldzaken, waaronder de mishandeling van zakenman Koen Everink. Dit is de bijbehorende uitspraak. Pauzeer de video anders even, zodat je hem goed kan lezen. Het gaat vooral om dit gedeelte. Marlies, wat staat hier? Badr Hari was natuurlijk al een landelijk bekend persoon. En doordat hij strafbare feiten heeft gepleegd, heeft hij volgens de rechter eigenlijk zelf die media-aandacht op zich afgeroepen. En wat ook niet meehielp was het feit dat Badr Hari zelf ook nog eens actief de media opzocht. Dus eigenlijk wat het Hof hier zegt is, die aandacht, dat is je eigen schuld, dus we gaan je hier niet matsen. Ja, klopt inderdaad. Er was geen reden voor strafvermindering door al die media-aandacht voor hem. Ja, oké. Ik heb er nog één. Het was een spraakmakende mishandeling van een man in Eindhoven. 2 verdachten zijn vandaag veroordeeld tot straffen van 6 en 10 maanden. Een andere verdachte kreeg 2 maanden en de 4e verdachte werd vrijgesproken. Opmerkelijke straffen, want justitie had hogere straffen geëist. Pauzeer anders maar weer even. Als ik het goed begrijp, ook rekening gehouden met het bepalen van de straf dus. Ja, in deze strafzaak heeft de rechter wel de straf verminderd, omdat er dus sprake was van zoveel media-aandacht. En dat is ten gunste in het voordeel van de verdachte uitgepakt. Oké. Laatste. Iets recenter voorbeeld. De 9 verdachten van verschillende mishandelingen op Mallorca in de zomer van 2021 verschenen weer voor de rechter. De zwaarste van de zaken is die van Carlo Heuvelman. De rechter vindt dat alle verdachten, amper 20 jaar oud, zich schuldig hebben gemaakt aan zinloos extreem uitgaansgeweld. Je snapt hoe het werkt? Pauzeer maar weer even. Nou ja, wat jullie hier kunnen lezen is dat de verdachten, die werden bijgestaan door allerlei advocaten. En die advocaten hebben aan de rechters uitgelegd dat er eigenlijk sprake is van een soort trial by media. En die hebben de rechters verzocht om tot strafvermindering over te gaan. En wat de rechter daar in deze zaak over zegt, is dat het feit dat er zoveel media-aandacht is voor strafzaken, ook voor die strafzaak, ook op social media, dat eigenlijk iets is van deze tijd. Ze zeggen, dat is eigenlijk haast onvermijdelijk dat die aandacht er is. En media-aandacht aan zich is geen reden voor deze rechter om de straf te verminderen. Ja, kijk, wat mij opvalt is dat advocaten van verdachten het dus eigenlijk op de agenda zetten bij de rechter. Ja, dat klopt. Dat klopt. De verdachte en de advocaat moeten daar zelf om verzoeken en ook goed uitleggen waarom er sprake is van een nadeel voor die verdachte.
En wat is dan het meest gunstige scenario voor een verdachte? Nou, het meest gunstige scenario voor veel verdachten is dat er überhaupt geen aandacht is voor hun strafzaak. Maar als er wel media-aandacht is voor een bepaalde strafzaak, dan kan een verdachte dus aan de rechter strafvermindering vragen. En vragen of er een lagere straf wordt opgelegd. Aha. De tijd dat alleen journalisten ergens over konden berichten is natuurlijk al lang voorbij. Iedereen met een telefoon en met internet kan dingen delen. En dat zorgt voor issues. Journalisten, en ook het Openbaar Ministerie trouwens, hebben zich te houden aan een aantal regels, geschreven en ongeschreven. Dat is waarom je bij strafzaken vaak geen achternamen leest, maar alleen maar een letter. En dat er in rechtbanken tekeningen gemaakt worden van verdachten en geen foto's, of soms stemmen vervormd worden. Ja, en ook dat gaat niet altijd goed, maar als je er niet aan houdt, dan ja, kun je op je vingers getikt worden door bijvoorbeeld de Raad voor Journalistiek. En dat leidt natuurlijk tot enorm gezichtsverlies. En op social media gelden deze wetten en regels natuurlijk niet. De regels en de ethische normen waar journalisten zich wel bereid zijn aan te houden en de privacy van verdachten te eerbiedigen, dat geldt wat minder voor mensen op social media. Die kunnen zeggen, roepen wat ze willen en ook nog soms anoniem. Dus die zijn wat ongrijpbaarder. Hey, weten we eigenlijk wat het effect is van social media op rechters? Ik bedoel, dat zijn vaak de enige mensen die worden gefilmd tijdens een uitspraak bijvoorbeeld. Die kunnen ook op TikTok eindigen. Wat je wel inderdaad ziet bij hele grote strafzaken, waar er ook wel sprake is van dreigingen. Bijvoorbeeld het Marengo-proces, wat momenteel volop in de aandacht staat. Dat er wel heel erg op gelet wordt dat gegevens, persoonsgegevens van rechters, officieren van justitie en alle betrokken procespartijen, dat die wel goed beschermd worden en dat die niet zomaar toegankelijk zijn voor het publiek. Dus dat is in dat type zaken wordt er wel heel erg op gelet. En luistert een rechtbank ook naar woede onder de bevolking, zoals we nu bijvoorbeeld in België zien? Wat je wel bijvoorbeeld ziet, en dat hebben we in Nederland een aantal jaar geleden gehad, dat ging specifiek over verkeersstrafzaken, dat er dan een bepaalde straf werd opgelegd en dat daar heel veel maatschappelijke onrust en toch ook wel woede was over dat de straf dan te laag zou zijn. En soms zie je dus ook dat dan de wetgeving wordt aangepast. Nou, media en tegenwoordig ook sociale media kunnen dus invloed hebben op de straffen die worden uitgedeeld. Maar zoals we in de Mallorca-zaak ook hebben gezien, een rechter kan ook zeggen, ja, dit is nou eenmaal de tijd waarin we nu leven. En dat trial by media soms onvermijdelijk is. En omdat het maatwerk is, moeten toekomstige zaken gaan uitwijzen hoe we hier nu mee omgaan. Maar voor nu, thanks voor het kijken en mocht je het interessant vinden, we hebben alle uitspraken van de zaken die we in deze video hebben behandeld hieronder in de beschrijving gezet. Ook de zaak Sanda Dia staat daar. Voor nu, vergeet niet te abonneren en mocht je nou een goed idee hebben voor een nieuwe video, je weet waar de comment sectie is. Yo!